Vandaag ga ik Packheel 10 euro weggeven. Dus ik zeg, let's go in de video. Voor de mensen die het nog niet helemaal snappen, zou ik nog even snel kort uitleggen. We gaan het voor een potje Cheryl Bult spelen. En dan moet ik gewoon zoveel mogelijk kills maken. Want elke kill is 10 euro waard voor jullie. Nou, hoe kun je die winnen natuurlijk? Dan je denkt van, ja, die 10 euro, ja, hoe dan? Hoe kan ik die winnen? Nou, heel simpel. Voor elke kill die ik maak, komt er een code in beeld. En dan kun jij die snel intypen. Zo snel mogelijk. Ik zou achterbij zetten PlayStation of Xbox. Daar zit natuurlijk verschil in. Dus wees daar zo snel mogelijk bij. Want ja, als iemand hem al heeft gebruikt, dan ben je gewoon te laat. Moeten we in ieder geval wel kills maken. Want maken we helemaal geen kills in potje. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan gewoon, hè, jongens. Want het is gewoon, dit potje is het gewoon. En niet meer, niet meer. We gaan niet nog een potje spelen. Nee, gewoon dit potje is het gewoon letterlijk. Ik hoor iets. Wordt het dan onze eerste kill? Dat weet ik niet. Ja, 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 ik zie hem. Hij is cracked, hij is white. Hallo, mag ik nog één bot? En we gaan gewoon... Double buff. Boom. Dit is onze eerste kill, jongens. What the fuck? Niet worden gekillt, deal, please. Oh, oh, ja, we hebben hem. Dat is nummer 1. En dat is dus 10 euro voor één van jullie. Zo makkelijk gaat het voor jullie, jongens. Ik moet gewoon zorgen dat ik zoveel kills maak. Hunting rifle. Die is wel leuk, hè? Ik vind die blast rifle... Vind ik echt waardeloos, dus die ga ik zeker niet meenemen. We nemen wel de aug mee, want die vind ik wel echt lekker. Flintlock kunnen we meenemen, maar hebben we niet heel erg, denk ik, nodig. Oh, volgens mij hoor ik nog meer mensen links van mij. En dan gaan we daar toch even heen, want we willen natuurlijk zoveel mogelijk kills voor jullie maken. Voor mij is het natuurlijk de bedoeling om eigenlijk geen kills te maken. Want dat gaat mijn bende geld kosten. Oh, jongens. Ik kijk nu al naar mijn rekening en denk ik, oh, min 10 euro, min 10 euro, min 10 euro. Maar ja, ik weet niet, zometeen maken we in één keer 15 kills of zo, dat kan, hè. Dan ben ik gewoon 150 euro kwijt en zijn jullie 150 euro rijker, joh. Ongelooflijk, dat ik dit voor jullie doe, hè. Dat verdient toch wel even een duimpje omhoog, jongens, op deze video, denk je wel. Oh, ik hoor een auto achter mij. Kom hier, bro. Let's go. Headshot. Maar we gaan achter hem aan. Want ik weet niet waarom hij zo snel wegrijdt, want hij rijdt wel eigenlijk wel snel weg. Maar dat betekent misschien dat hij wel low is. Dat kan, hè? Is hij nou hier naar beneden gegaan? Nee, toch? Ja, die Lambo is zo veel te snel. Maar ja, wel minder benzine heeft hij. Dus dat is wel weer een voordeeltje natuurlijk voor mij. Maar ik weet gewoon niet... Oh, hier is hij. Hij is hier naar boven gegaan. We gaan hier snel naar boven. Ik denk dat zijn Lambo namelijk leeg is. Oh, ik hoop niet dat hij dat kanon gaat pakken. Kom op, snel, 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 snel. Oh, hij gaat weg. We kunnen hem uit de lucht schieten. Oké, okay, we gaan achter hem aan. Achter hem aan, let's go. Waar is die heen? Waar gaat hij heen? Ik mis alles, nee. 25, 50. Nog een keer 25. Hoe moet ik hem raken? Hoe vaak moet ik die jongen raken? Nee! We moeten zo snel mogelijk achter hem aan gaan. Hierin. Oh nee, ik kan niet lager vliegen. Nee, 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 nee. Dat kost te veel tijd, dit. Oké, okay, hij is hier naar binnen gegaan. Dat zag ik namelijk nog maar net. Dus hopen dat hij er nog is en staat te healen. Kan ik hem zien? Ik zie hem net niet. Nee. We gaan gewoon helemaal naar binnen vliegen. Hij is doorgelopen. Hij heeft niet de boot gepakt. Waarom niet? Zit hij hierin verstopt? Oh, dat kan niet. Oh mijn god. Ik hoor iets. Ik hoor hier iets. Ik hoor ook een zeldzaam kistje hier nog. Ik hoor hier buiten hoor ik heel veel schoten. Oh, kom ik hier? Ik hoor hier nog iemand in. Ik hoor die bot ook nog schieten. Iemand gaat omhoog. Oh, niet op mij schieten, bro. Ik doe jou niks. Overzicht. Ja, ja, hier voor mij. 3 letters. Oh, correct. 1 op 1 dood. Let's go. We hebben kill nummer 2 in de pocket. Dus dat betekent alweer 20 euro. Ik vind het mooie west hier binnen zitten. Heb je nog wel een kill kunnen pakken hier zo. Dan gaan we met een launchpad gaan we hier zo op. Mooi weg. Gaan we richting de cirkel. Ik hoop niet dat ik een tank tegenkom, want dan ben ik hartstikke dood.
Goed, ik zie daar geen tank. Oh, wel een tank. We moeten wegrennen. We gaan niet op die tank schieten, want dan ben ik hartstikke high dood. En dat zou zonde wezen, want we hebben nu 2 kills in de pocket. We moeten even wat meer kills maken, vind ik hoor. Ik hoor schoten. Op 150. Ik hoor schoten. Oh, dat zijn die bots. Ah, ik denk schoten. Ik denk yes. We gaan nog iemand killen, maar helaas. Ah, hé, hey, je bent er bovenaan. Jij bent daar bovenaan, jongen. Dan gaan we toch even naar jou toe. 60? Nee, 99 volgens mij. Ga zo snel mogelijk omhoog. 41, correct. Hij is helemaal naar beneden. En dood, let's go, dat is kill nummer 3. Dat betekent 30 euro in de pot. Voor jullie, alsjeblieft, kijkers. Omdat ik zo lief ben. Even goed spotten. Hé, hey, daar loopt hij. We zijn aan het teamen. We zijn gewoon aan het teamen. What the fuck, er zitten gewoon 3 mensen te teamen hier zo. Ben je toch niet? Hoezo zitten hun zo hard te teamen daar? Oei, joh, hij ging ook gewoon voor hem staan, hè? Wat een gekke meentjes. Hij is gewoon even met z'n 3 teamen. Oh nee, we zijn... Oei, joh. What the fuck? Hoeveel damage doet hij? Hij raakt gewoon even 2 snipertjes op mijn hoofdje. Oh, misschien ligt die nog een medkitje. Die kan ik wel namelijk gebruiken. Maar we hebben wel 4 kills. Dat is top. 40 euro in de pot. Misschien had ik hem hit. Het zou wel lachen wezen. Nee, ik zie daar niemand nog. Of ik heb hele slechte ogen, maar nee. We moeten iets naar voren lopen. Oeh, dit is wel echt een slechte positie. We hebben hier nog 10 shield wat we erbij kunnen krijgen. Laten we dat even innemen. Hier nog meer shield. Elk shield is van belang, jongens. Ik zit hier wel echt heel naar. Ik heb hier zo'n open ruimte. Dus ik ga een beetje naar huisjes toe. Maar ik ben bang dat er namelijk mensen zijn. En dan ben ik hartstikke hard dood. Oeh, voor mij. Ja, ja, ja. Laten we snel naar de bosje gaan. Hij heeft mij nooit gezien. Hij heeft mij niet gezien. Kom op. 60. Rex, dood. Let's go, boys. Nog een killetje erbij. Nog een killetje erbij. Zitten we hier goed? Nee, we moeten door naar de auto. Pak deze auto. Rijden, bro. Met die auto van je. We hebben één band. Oh, oh mijn god. Ik ben weer heel low, hè. Wat denk jij nou? Nee! Ik had te weinig HP, anders had ik hem. Oh, wat banen dit. 9e zijn we ook geworden. Het was echt gigantisch druk bij mij. Dat was, oh, daar baalde ik van. Hoeveel kills hebben we nog kunnen pakken? We hebben 5 kills kunnen pakken. Oh, helaas. Moet ik dit dan nog een keer doen? Laat het dan zeker weten in de comments. En dan ga ik een rat laten spinnen. En dan gaan er allemaal random getalletjes op komen. En dat is dan hoeveel euro ik per kill moet weggeven aan jullie. Dus laat me dat zeker weten of ik dat moet doen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie een leuke video. En zie ik jullie om 3 bij de volgende video. En zeg ik zo dat we eens kijken. Later. Later.